Het TQ-gebouw van Philips op Strijp R wordt straks dé plek waar kunst en wetenschap samenkomen. Daar werd vanmiddag de kick-off gegeven voor het nieuwe BioArt Laboratorium. Nou, BioArt is kunst die gebruik maakt van materie uit de biologie, de life sciences en de biotechnologie. Dus het werken met levende materie. En even voor de leek, de mensen die er niet zoveel verstand van hebben, wat houdt dat dan precies in? Wat voor materialen moeten we dan aan denken? Schimmels, bacteriën, weefsels, materialen uit de natuur, organisch materiaal. Zo'n 40 kunstenaars lieten vandaag hun werk zien in het lab. Dit werk heet Thermophores. Het is een kunstmatig organisme wat continu van kleur blijft veranderen door de invloed van warmte. Dus binnenin wordt er warmte opgewekt. Dat wordt opgenomen door de koraalachtige structuur en door een chemisch proces wordt de kleur omgezet. Dus deze verandert van zwart naar wit. Ik heb een aantal organismen ontworpen waarbij het vooral om draait om het gebruik van energie, verbruik van energie. En het beeld wat ik daarmee wilde maken is ik wil daarmee een biologisch proces nabootsen. Het BioArt Lab is onder meer bedoeld om het gat te dichten tussen wetenschap en het dagelijks leven. Daarvoor heeft de organisatie het zogeheten Do-It-Yourself project opgezet. In de wetenschap heb je het probleem dat je aan een heel vaste, gestructureerde manier van denken zit. En dat is eigenlijk een vrij onnatuurlijke manier van dingen leren. En het werkt wel heel goed, dat hebben we wel gezien. We hebben mensen op de maan, we worden steeds ouder. Alleen ik vind dat we ook op een speelsere manier om moeten kunnen gaan met een laboratorium. En dat is de meest natuurlijke manier van leren, door te spelen en zelf te experimenteren en uit te vinden. Eindhoven heeft met het eerste BioArt Lab een landelijke primeur. De komende tijd wil het laboratorium gaan uitbreiden. Zo komen er meer tentoonstellingen en wil de organisatie workshops gaan geven aan scholieren.